De Ryanair-zaak was een belangrijke zaak. Er was veel publiciteit omheen. Het ging om piloten die een procedure begonnen tegen hun werkgever. De werkgever dreigde de basis te sluiten. En dat zou tot gevolg hebben dat dan de piloten niet meer vanuit Eindhoven, waar de basis was, zouden kunnen vliegen, maar vanuit een andere stad. En dat wilden ze voorkomen. Ryanair zei, wij moeten de basis kunnen sluiten. We hebben bedrijfseconomische redenen waarom het niet efficiënt voor ons is om vanuit Eindhoven te blijven vliegen. En Ryanair vond dat ze die keuze moest kunnen maken. En de piloten zeiden, ja, we hebben eerst gestaakt. Daarna is er gedreigd met als jullie nog een keer staken, dan gaan we die basis sluiten. Dus ze hadden het idee dat die sluiting puur een wraakactie was, omdat de piloten wensten te staken. Nou, ik vond het een spannende zaak. Er stonden grote belangen op het spel. De sfeer in de zittingzaal was goed. Iedereen kreeg de ruimte om te zeggen wat hij wilde zeggen. Aan het eind werd het wel een beetje emotioneel, want toen kwamen de piloten zelf aan het woord. En die waren natuurlijk heel betrokken en die waren ook best wel emotioneel. En aan de kant van Ryanair was die emotionaliteit er niet. Het was meer een zakelijk geschil voor Ryanair. In de uitspraak heb ik de piloten grotendeels gelijk gegeven. Ik heb uitgemaakt dat de beslissing om de basis te sluiten, dat misbruik van bevoegdheid is. Ik heb Ryanair veroordeeld om het loon te blijven betalen. En ik heb Ryanair ook veroordeeld om ervoor te zorgen dat de piloten hun vliegvaardigheid zouden behouden. Het ging om veel emoties. Het ging om veel belangen van mensen. En dan is het heel mooi om in zo'n conflict door middel van je vonnis een oplossing te mogen bieden.